proficiat met de periodetitel. Hebben jullie het mogen vieren? In de aanloop naar die periodetitel, daar zei vooral Bassie Bum wel eens van... ja, periodetitel, dat is geen prijs. We hebben niks gewonnen. We zijn niet gepromoveerd. We zijn niet kampioen. Hè? Daar begint het mee, zeg maar. Maar jullie hebben het toch wel gevierd, denk ik? We hebben het kleinschalig gevierd. We hebben vandaag geluncht met personeel, staf en spelers samen. Een mooie vlaai gekregen van onze cateraar. Met een mooie foto erop. En dus vandaag een beetje gevierd en morgen weer tot orde van de dag. Precies. En niet verslappen uiteraard. Nee. Dat is dat een gevaar nog bij een periode? Ik denk bij deze jongens niet. En bij deze staf ook niet. Wij zijn gewoon gretig en kijken eigenlijk al uit naar de wedstrijd van vrijdag om 3 punten te pakken. En niet zozeer om die periode goed af te sluiten. Ja, de selectie is helemaal op orde nu. Ja, je hebt eigenlijk, volgens mij hebben jullie 16 nieuwe spelers gehad. Ook een aantal jongens een contract aangeboden die er al bij zaten. Maar dan kom je inderdaad wel op 15, 16 nieuwe contracten. Ja. Nou, jij bent natuurlijk, ik zei al, een van de architecten. Je bent de verantwoordelijke voor het technische beleid. En dan hebben we dan de trainer Bassie Bummes gevraagd van ja, wat is nou de inbreng van Robby Servet? Ja, wij firmen hem samen natuurlijk. Wat is dat voor iemand, Rob Servet? Wat voegt hij toe aan dit Roda? Ja, niet zo bijzonder veel eigenlijk. Het is een hele nare man. Nee, Rob heeft ook keihard gewerkt om de selectie gestalte te geven. En daar zijn heel veel uurtjes in gaan zitten. En niet zonder enig succes. Dus groot compliment voor hem. Dus doen we het goed vanavond. Het is wel een hele productieve nare man dan, met andere woorden. Nee, het is echt wij zouden in Drenthe zeggen, het is echt een beste kerel. En ik kan goed met hem werken. Ik mag hem graag. En hij heeft kwaliteit, dus aan alle kanten mooi. Dus goed, die veren die kun je vanavond in zijn reet steken. Nou, bij deze. Ja, dankjewel. Complimenten moet je ook kunnen ontvangen. De kracht van de selectie is? De kracht van de selectie is balans, evenwichtigheid, rust, dynamiek, diepgang en karakter. Zo. Daar heb je over nagedacht. Ik mis eentje. Gretigheid. Gretigheid. Dat valt me echt op. Ja. In die groep. Zit in dat een gretig karakter hebben ze. Ja, maar ze willen echt. Ja. Daar hebben we ook op gescout en geselecteerd. Maar dat is inderdaad, dat zijn de bouwstenen van deze selectie. Ja. Robby, maar 16 spelers, je bent relatief kort bij de club. Ja. Zijn die 16 spelers, waren die allemaal al in kaart gebracht? En heb je daarna een soort selectiegesprek gevoerd? Of heb je ook nog echt 16 spelers moeten gaan zoeken? Nou, heel veel spelers gingen weg. Ja, er waren 5 spelers gehuurd. Er gingen dus meer dan 10 spelers weg. Dus je moest sowieso meer dan 10 spelers gaan aantrekken. En onze scouting, onder leiding van Van Vermeerlo, heeft natuurlijk lijstjes. En die hebben we natuurlijk ook gebruikt. Maar ja, vanaf het moment dat ik ben ingestapt in begin juni, krijg je ontzettend veel aanbiedingen van makelaars en jongens die op de lijstje stonden. We hebben wedstrijden gekeken, we hebben rondgevraagd. We hebben natuurlijk met het technisch hart wel een groot netwerk samen. Dus zo kom je beetje bij beetje bij die selectie uit. Ik zou je maar net af te vragen, als je 6-7 weken de tijd hebt en je zult ongeveer 1,2 miljoen hebben uitgegeven, wat had je gedaan met 115 miljoen in de plaats van Mislintat? Ja, dat zijn bedragen. Dat kan had je nou hetzelfde elftal neergezet als Mislintat, vraag ik me af. Nee, daar kan ik me niks bij voorstellen. Wat ik me niet kan voorstellen, zoals er bij Ajax gegaan is, het gebrek aan samenwerking. Hè? Want de kracht van dit Roda is ook wel echt de samenwerking in het technisch hart. Ja. Dus daar zitten mensen die... Met Van Mierlo, Jordens Peters. Van Mierlo, Jordens Peters, Bassie Bum en ikzelf. Oud-voetballers, allemaal natuurlijk. Sef Roosje nog een rol. Sef Roosje, we hebben een korte lijn met Sef, dus die wordt regelmatig ook ingevlogen. Mensen die graag wel met elkaar willen werken, samenwerken, teamplayers, lage ego's. Want je brengt ook spelers in en die andere 3 reageren dan wat minder enthousiast. Ja, dan moet je concluderen, nou, die speler doen we allemaal niet. En dat is gewoon een aantal keer gebeurd. En daarin zie je dat niemand van dat groepje zich te groot voelde voor de rest. Ja, dan kom je gewoon tot een hele productieve samenstelling van die selectie. Het is ook wel een beetje de kunst om te shoppen met een kleine portemonnee. Ja, ja. Hoe heb je dat dan aangepakt? Zijn dat spelers met een krasje of heb je risico genomen? Soms neem je risico's. En soms, in het geval van Sauna bijvoorbeeld, die heeft een tijdje niet gespeeld. Ja, hij komt eigenlijk van een hoger niveau. Derde Bundesliga, tweede Bundesliga. Dus eigenlijk voor ons niet betaalbaar. Maar goed, omdat hij een tijdje niet heeft kunnen spelen, kun je die dan overhalen
om op proef te komen bij Roda. Nou, herstart te maken. Ja, een herstart te maken. En dat zijn dan jongens die passen eigenlijk in ons plaatje. Jongens die gretig zijn en een beetje onder de radar zijn verdwenen. En dat soort jongens, die willen wij graag. En daar ga je dan creatief om met het geld. En soms is dat hard onderhandelen. Maar dan blijft er op het einde wel nog iets over om dingen te doen. En zo hebben we op het allerlaatste moment Cepar nog binnengehaald. Ja, als we niet hard hadden onderhandeld, was dat niet meer mogelijk geweest. En dit is wel een speler die de selectie weer, zeg maar, 5% beter maakt. Ja. Dus we zijn heel creatief, maar ook heel efficiënt met dit geld omgegaan.